Ja, vrienden, we gaan hem doen. Ja, ja, ik ga hem echt doen. Op veler verzoek, hè. Ja, de trouwe volgers, die weten het wel. Ja, Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord. Ja, dan moet er dus een eitje tik komen. Ja. En ja, Feyenoord, Ajax, Ajax, Feyenoord in dit geval. Ja, Ajax, Feyenoord. Vrienden. Ik heb geen idee, want kijk, in Amsterdam, ja, het is altijd hetzelfde liedje. Daar zijn ze dan een beetje arrogant, zo van, ja, wij zijn de favoriet en wij zijn beter en we gaan het wel even winnen. Ja, maar nu hebben we aan de andere kant, hebben we Rotterdam en Feyenoord, die we hebben net gewonnen met 7-1. En die worden dan ook weer een beetje overmoedig, dus die hebben dan zoiets van, maar wij gaan er even winnen in Amsterdam. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo. Nee. Kijk, nou, ja, als je het zo een beetje bekijkt, hè, dan denk ik bij mezelf gelijk spelletje. Maar ja, wij willen toch met elkaar, ja, dat weten we nu door de jaren heen, willen wij toch weten wat de eieren zeggen. En er rust altijd enorme druk. Met druk en spanning op mij. Ja, want hij mag niet gemonteerd worden. Nee, dus vandaar. Elke verslikking, alles wat een beetje anders is dan anders. Dat komt omdat er niet geknipt wordt, vrienden. Nee, geen montage. Het gebeurt zoals het is en klaar. En daarmee uit. Ja, en dan begint ook iedereen altijd te zaniken van, ja, maar luister even goed. Hoe zit het met, hoe tik je ze? Kijk, hier een bolle kant, vrienden, hier een bolle kant, dit is een bolle kant. Het zijn twee bolle kanten die gaan gewoon zo tegen elkaar. En ik tik heus niet harder met de een dan met de ander, want dat wordt dan ook altijd gezegd, dat is niet zo. Echt niet waar. Ik doe gewoon boem en klaar. En dan zien we wel welke er breekt, ja. Want dat is de lol van het eitje tik. En daarna, ja, ik heb geen mes bij me hier, maar goed, misschien, ik weet niet hoe ik het dan moet laten zien. Maar goed, desnoods loop ik nog weg om te laten zien dat het andere ei dan niet gekookt is. Ja, want daar gaat het dan om, hè? Ja, nou. Vrienden, daar gaan we dan. Let op. Hier hebben we Ajax. Ja. Even goed in beeld zitten. Hier hebben we Feyenoord. Ook even goed vasthouden. Wacht even hoor, dat ik het allemaal goed heb, zo. Hier, Feyenoord, ja. Ajax, Feyenoord, nou. Jongen, wat een spanning weer, hè. Wat een... Ja, elke keer weer. Ja, nou goed. Zijn we er klaar voor? De eieren gaan ons vertellen wie de klassieker gaat winnen. Daar komt hij aan. 1. En jullie weten het, hè? Ook voor de mensen die het nog nooit gezien hebben. Ja, het ei dat stuk gaat verliest, hè. Oké, goed. Voor alle duidelijkheid. Ja, dat kan niet duidelijk genoeg zijn. Ja, gaan we weer. Oké, daar komt ie. 1, 2, 3. Boom. En Ajax is stuk. Hebben we gezien, vrienden? Hier, Ajax is stuk. En dit is Feyenoord. Ja, en daar zeggen jullie natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een uitgekookt ei. Nou, ik heb geen mes bij me dit keer, dus dan doe ik het even hier. Het ei, je hebt het ei nog steeds gezien, hè. Het is niet verwisseld, dus ik doe even zo hier, op dat ding, hier, let op, zo. Hup, gezien, hier. Kijk, let op, hier, ei. Kijk, staat er nog steeds op. Ja, oh god, hier. Feyenoord, het staat er nog steeds op. Feyenoord, hier. En is het hard gekookt? Vrienden, nee, dat is niet hard gekookt. Nou, dat hebben we allemaal gezien. Dus we weten het. Feyenoord wint.